Deze highlights worden u aangeboden door Nissan. En PlayStation. UEFA Champions League sponsors. Vinicius kan hem niet meenemen, die dubbelpaas komt nee, er niet dat uit is moeilijk in die combinatie tussen hem en Benzema. Dit is beter, ruimte voor Vasquez. Geen kwaaie voorzet, Benzema! En daar is al de goal! Ho, 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 ho. Prachtige goal van Benzema. Ja, naar hem werd gekeken om de doelpunten te maken. En de eerste keer dat hij in stelling wordt gebracht. En hoe is het meteen prijs, Karim Benzema. Maar evenveel kwaliteit in die perfecte voorzet van Lucas Vasquez. Niks, dat is in het Duits. En dat was ook zo, want de correcte tussenkomst van Stindl. Dat is een mogelijkheid op een counter. En het is een goede bal. Hier de kans voor Plea. Oog in oog met Courtois. En hij zet hem naast. Hij zet hem naast. Ineens zijn ze daar. Snel door het centrum. En Courtois komt met de schrik vrij met Hemril. Nou, Vinicius geeft Wendt geen mogelijkheid om eens diepgang te creëren. Moet er zelf nu wat achteraan. Modric. En hier Rodrigo. Dat is een goede voorzet, Benzema. Oh, daar zijn ze weer. Benzema voor de tweede goal. 31 minuten. Je hebt er maar één nodig voor in als die Benzema heet. Een copyboek bijna van, of een kopie van de goal van daarnet. Nu was het Rodrigo, de voorzitter, zijn wel opsnee. Oh. Ja, zeker. Van Vasquez daar straks. Van Rodrigo nu. En 2-0 voor Real. Mandy met Kroos. Lopende Modric. Het gaat naar Rodrigo. Vasquez weer buitenom. En Wendt tegen twee mensen. Vasquez nieuwe voorzet. Nog een keer nu Modric. Nee, de paal. Misschien nog de hand van Sommer. Nou, het was bijna 3-3. Uitstekende aanval over de rechterkant met Rodrigo, met Vasquez en dan Modric. Beetje Sommer, beetje paal is mijn indruk. Ja. Het beste komt van rechts, maar Real. Ja, en te veel tijd nodig, Turan en Vasquez. Kroos niet om te trappen. Met links kan het wel. En Sommer moet in de trapeze om die bal onschadelijk te maken met zijn mindere linker. Was dit een alleraardigste poging van Toni Kroos. Ze hebben Gladbach veel laten lopen. Oh, Vinicius, knap gedaan. Voorbij Leiner. En dan vindt hij iemand. Hier, man die zowaar meegeschoven. Modric wil de trappen. Rodrigo! Ah, het scheelt niet te veel. Mooi en niet simpel uit de draai. Corner Kroos. Modric. Ah, is goed geopend hoor. Kijk eens wat een ruimte. Kroos is helemaal vrij. Zoekt Ramos uit. Oh, oh, Sommer en Benzema. Nee, nog niet. Wow, de save van de speeldag toch. Sommer gaat hij daar nog halen. Wat een parade. Ramos dacht ook dat hij gescoord had, denk ik. Een van de allerbeste bij Real, als u het mij vraagt. En onvermoeibaar blijft maar sprintjes trekken. Voor Modric is dat iets lastiger geworden, maar hij is rustig bij de bal. En de nieuwe man even naar Ribas. Hier Benzema. Mooi gedraaid, Vasquez. En de paal nu nog eens in de weg. Ja, dat had er wel de kroon op gezet op zijn geweldige wedstrijd. Maar ten tweede malen
wil die derde goal niet vallen. Het doelkader plooit voorlopig niet. En Real Madrid heeft toch weer thuisgegeven. Dat is de conclusie. De hymne galmt weer door het stadion. Ik zou zeggen bij het begin ter aanmoediging nu de felicitatie van de prestatie of voor de prestatie van Real. Deze highlights werden u aangeboden door Nissan. En PlayStation. UEFA Champions League sponsors.